Wij zijn Family Everywhere. In 2021 verruilden we ons stenen huis voor één op wielen en ons hectische leven voor één met veel vrijheid en avontuur. Reis met ons mee in Noord-Amerika op weg naar Alaska. Hallo en leuk dat jullie weer kijken. In deze video gaan we het hebben over Amerika en Canada. Eerst even maar voorstellen misschien. Wij zijn een gezin wat sinds 2,5 jaar in een camper leeft. Het eerste jaar hebben we in Europa rondgetrokken. En in juni vorig jaar hebben we onze truck verscheept naar Canada, Halifax, Oost-Canada. En sindsdien, ja, dat is dus nu ruim 1,5 jaar geleden, reizen we rond op het continent Noord-Amerika. En hebben we heel veel gezien in Amerika en in Canada. En in deze video gaan we je alles vertellen wat eventueel interessant voor je kan zijn om te weten over onze tijd hier. Laten we beginnen met het visum, want ja, dat is wel handig om in Amerika en Canada binnen te komen. En laten we beginnen dan met het makkelijkste, Canada. Want als je binnenkomt met een vliegtuig moet je digitaal een visum aanvragen. Dus we raden je aan om dat 7 dagen van tevoren te doen. Want het kan tot 7 dagen duren. Maar wij hadden al binnen 24 uur al een akkoord. Nu vult je NAW-gegevens in en wat je wil gaan doen. En dan ja, is dat zo geregeld. Ja. En toen we daarna zeg maar, het land uitgingen en weer opnieuw binnenkwamen. Dan doet de douaneambtenaar kijken naar jouw paspoort. En hij beoordeelt jouw situatie. En in principe krijg je altijd weer een nieuw visum voor 6 maanden. Dus dat is super makkelijk. Ja, dat ging echt super simpel. Ja. De grens overgaan. Ja, Amerika daarentegen, dat is even iets meer gedoe. Je hebt in Amerika 2 soorten visums. Je hebt een ESTA-visum en, nou wacht, er zijn natuurlijk veel meer soorten visums. Maar toeristenvisums zijn er volgens mij 2. Klopt. Je hebt een ESTA en dat is een visum wat je ja, waarschijnlijk voor kiest op het moment dat je minder dan 3 maanden in Amerika wil zijn. Dat vonden wij niet lang genoeg en daardoor hebben wij gekozen voor het B1 en B2 visum. Maar daar gaat ook wel wat meer romslomp bij kijken. Want wat is dat nu? Dat is een visum dat je 10 jaar lang multiple entries hebt. Dus je mag meerdere keren het land binnenkomen in 10 jaar lang. Ja, en dan voor maximaal 6 maanden per keer. Tenminste, dat is in principe, maar uiteindelijk is degene die aan de grens staat, degene die zegt hoe lang dat jij mag binnenkomen. Dus... En dat kan zowel korter als langer zijn, want wij hebben ook verhalen gehoord van mensen die in één keer een jaar kregen. Heel uitzonderlijk, want we hebben er zelf naar gevraagd, omdat we het ook fijn vonden. Maar wij kregen hem dus niet. Ja. Dus ja, klopt. Maar we hebben ook verhalen gehoord van korter die dus meerdere keren waren geweest. En als ze dus twijfel hebben over je reden om in Amerika te zijn, dan mogen ze die dus ook gewoon weigeren of korter toedienen, zeg maar. Maar goed, die aanvraag, ja, dat was best wel een ding. Wij hebben dat dus aangevraagd, volgens mij in oktober dan, 2021. Dus ja, na een half jaar reizen. En dat was net eigenlijk in de periode dat de grenzen weer open gingen. Dus wij waren nog soort van net op tijd, want wij hadden maar iets van 2 of 3 maanden wachttijd. Maar eigenlijk vlak nadat wij dus die afspraak gemaakt hadden, waren de wachttijden van meer dan een jaar. En hoe dat op dit moment is, weet ik niet. Maar ja, dat heeft best nog een tijdje geduurd voordat we eigenlijk op gesprek komen. Want wat moet je dus doen? Je moet eerst heel veel vragen invullen. Bizarre vragen invullen. En niet alleen over jou, maar ook over je familie en wat voor school ze hebben gedaan. Werkgever. En werkgever van je vader en je moeder, noem maar op. Dus... Correctie, er wordt niet gevraagd naar werkgevers van je ouders, maar wel naar je eigen vorige werkgevers. Echt, het gaat heel diep. Het gaat echt diep tot welke landen dat je in de afgelopen 10 jaar bent geweest, inderdaad. Hele gedetailleerde informatie zelfs over je ouders. Ja, dus dat is wel echt een crime om in te vullen. Ja, dat was echt wel wat uren werk. Nou, vervolgens moesten we dus op afspraken bij het consulaat in Amsterdam. En ook daar werden we nog wel aan de tand gevoeld. Op zich, het was een prima gesprek. Maar nou ja, ze wilden echt wel weten, nou, wat waren onze plannen? Hoe zagen onze financiën eruit? Dus we hebben echt screenshots gemaakt van onze bankrekeningen. Van alles wat we bedacht hadden. Dat we gewoon een heel helder plan hadden. En, ja, want zij willen gewoon voorkomen dat jij in Amerika blijft en niet de middelen hebt. En dan... of daar gaat werken of gaat blijven zonder verblijfsvergunning. Ja. Dus, en dat is ook wel weer een beetje begrijpelijk, want je wilt niet dat mensen onterecht in je land verblijven. Ja, klopt. Ja, en uiteindelijk hoorden we wel meteen dat dus het visum was toegekend, maar je moet dus wel je paspoort daar achterlaten. En een week later werd dat geloof ik opgestuurd en dan is dus het visum er zeg maar ingeplakt. En ja, daar hadden wij eigenlijk niet zo heel erg bij stilgestaan. Dus ja, wat wij waren vergeten is voor Nienke alvast een nieuw paspoort aan te vragen. Want haar paspoort was nog maar een jaar. Ja. Nou, in ieder geval wilden we dat toch vernieuwen. Omdat we anders dat paspoort moesten gaan vernieuwen in Amerika. En ja, daardoor hadden we dus heel even heel veel stress. Omdat we dachten, ja, dan moeten we dat paspoort ongeldig laten maken. Maar uiteindelijk hebben we dus gewoon gaten laten maken in haar oude paspoort. Behalve door die bladzijde van het visum. En is dat dus haar visum. En het nieuwe paspoort is dus haar geldige paspoort. Dus uiteindelijk was dat een hele hoop stress voor niks. Zodat we ook verkeerd geïnformeerd werden door de gemeente. Maar is dat uiteindelijk wel allemaal goed afgelopen. Precies. Er zijn ook uitzonderingssituaties natuurlijk. Nou zeker, dat is ook zo. Ja. Misschien is het ook nog wel in dit kopje nog wel leuk om te vermelden hoe uiteindelijk de grensovergangen verliepen. Zeker. Ja, naar Canada toe was dat altijd nou, heel vriendelijk. Hè? Makkelijk, we voelden ons heel welkom. Naar Amerika. We hadden wat meer aan de tand gevoeld. Echt, zeker de eerste twee keren. Nou, dat was echt niet leuk. Ik voelde me bij die derde keer naar Mexico toe. Of vanuit Mexico. Nou, ik was echt wel gespannen daarom. Ik niet. Ja, dat altijd wel. Maar het is gewoon, ja, zij willen gewoon wat kosten voorkomen dat mensen zonder middelen het land in komen. En dan op de een of andere manier blijven hangen of gaan werken. Ja, maar goed. We hadden dus bij de eerste grensovergang was er dus een vrouw. En we hebben daar zeker 1,5 uur op dat kantoortje gezeten. Ze wilden dus inderdaad... Ja, toen hadden we dus niet meer die screenshots gemaakt, geloof ik. Nee. Dus, dus we waren... Nou, we dachten eigenlijk heel goed voorbereid te zijn. Maar op de een of andere manier blijkbaar toch niet. Maar ze wilden ook weer onze rekeningen zien. En... allemaal vragen over huisvesting, noem maar op. Ja, ja, klopt. En toen gingen ze nog moeilijk over doen over dat feit dat ik nog naar Jordanië ben geweest met mijn broertje en mijn zusje zonder jullie. Daar was ze ook soort van heel... nou, dat vond ze maar heel raar dat ik naar Jordanië geweest. Ze vroeg letterlijk, wat heb je daar gedaan dan? Wat moet je daar? Nou, dus dat was echt niet vriendelijk. En vervolgens hadden we dus, dat visum werd dus uiteindelijk toegekend voor 6 maanden. En toen zijn we dus, nou ja, een paar weken in Amerika geweest. En vervolgens weer in Canada een paar weken. En vervolgens weer naar Amerika. En theoretisch konden we dus op datzelfde visum Amerika weer binnen. Maar, nou ja... Dat begreep ze in eerste instantie niet. Ze begreep niet dat we al een visa konden hebben. Nee. Want nou ja, in eerste instantie we komen daar aanrijden. En ze zegt, ja, en wat komen jullie dan hier doen? Ja, we reizen 1,5 jaar rond met ons gezin. That's crazy. Oh, ik zie haar gezicht nog voor me. Echt heel bot, heel boos, heel... Nou, misschien dat heel geïrriteerd, ja, misschien. En nou ja, vervolgens begreep ze maar niet dat we al een visum hadden. Dat kon niet. En dat moest opnieuw aangevraagd worden. En nou, een hele hoop hijsa. En toen komt er op een gegeven moment een meneer aanlopen. En wij hoorden dus niet wat zij tegen elkaar zeiden. Maar uiteindelijk hoorden wij haar zeggen: If you want them, you can have them. Als jij ze wil hebben, dan kun je ze krijgen. En nou, we dachten, wat krijgen we nu? Nou, toen moesten we dus gaan parkeren. En vervolgens komt die man aanlopen. En hij loopt zo een rondje om onze camper. En ik dacht op het begin, ja, draai maar eens even het raampje open. En vervolgens vroeg ik hem, ja, wil je binnenkijken? Yes, but not the reason she wanted to. Dus ja, maar niet de reden dat zij dat wilde. En toen werden we rustig. Toen was het goed. Maar even misschien ook goed om te weten... Je mag dus niet zomaar uit je auto uitstappen bij douanes, want dan worden ze helemaal gek. Ja, maar dat hebben wij nu ook niet gedaan. Nee, maar dat soort dingen. In Nederland zou je gewoon uitstappen en zou je denken, ach, er is niks aan de hand. Maar als je dat hier doet, ja, dan worden ze heel pissig. Dan zien ze zich meteen bedreigd of zo, ja, ik weet het niet. Nee, dus, ja. Maar goed, de ervaringen eigenlijk daarna werden steeds beter. Van Mexico naar Amerika ging eigenlijk heel soepel. Toen zagen ze de truck niet. Dat was misschien ook nog wel een verschil. Yes. En uiteindelijk naar Alaska toe. Nou ja, dat was de makkelijkste van allemaal. Toen kregen we zelfs gratis en voor niks alweer voor 6 maanden opnieuw. Daar hoefde dus niet voor te betalen, hoefden we zelfs niet om te vragen, hebben we geen gesprekken gehad, dat was gewoon hop klaar. Maar die snappen natuurlijk ook wel dat je in Alaska niet de winter blijft, nee, hè? Dus die hoeven geen bankje hebben. Maar ook vervolgens weer van Canada terug naar Amerika. De allerlaatste keer. Dat was ook zo geregeld. Dus ja, misschien hebben we gewoon pech gehad de eerste twee keer. Ik weet het niet. Maar ja, heel leuk was het niet. En misschien als je in het systeem zit en je bent altijd vlak ruim voor je datum eruit. Dat ze ook niet denken. Dat ja, dat kan. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Maar goed, dus tot zover de visums. Ja, dan het verschepen van de camper. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen denken dat het heel erg complex is. Terwijl dat eigenlijk... wel meevult. Ja, dat ging eigenlijk best wel makkelijk. Er zijn uiteindelijk een aantal rederijen, tussenpersonen waar je tussen kunt kiezen om dat te laten regelen. We hebben een korte zoektocht gedaan en uiteindelijk gekozen voor Seabridge. Daar hadden we gewoon veel goede verhalen van gehoord. Dat is een Duitse organisatie. Ze reageerden supersnel. Ja, reageerden supersnel op vragen, op alles. Het ging eigenlijk ontzettend makkelijk. En uiteindelijk is het gewoon vooral papieren invullen over de auto en wat gegevens over ons. Ik geloof dat we voor de verzekering wat foto's hebben moeten opsturen. Ja, en uiteindelijk hadden ons schip ook best wel vertraging door alle post-covid dingen. En ja, uiteindelijk hebben we nog weer 2 schepen kunnen vervroegen. Dus dat ging eigenlijk allemaal heel erg soepel. En ja, verder zijn er natuurlijk wel wat regels. Je mag dus geen eten meenemen. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik, als ik het nog een keer had gedaan, had ik echt wel wat meegenomen. Want ze hebben daar dus in Canada en ook in Antwerpen zelf helemaal niet naar gekeken. En we hoorden van anderen ook dat ze echt flink veel eten mee hadden genomen. En dat het gewoon allemaal prima was. Ja, precies. Maar ja, je wil dat risico toch niet lopen natuurlijk. Nee, klopt. Dat is ook zo. Ja. Ja, uiteindelijk moesten we dus een dag of 5 van tevoren, voordat het schip vertrekt, moet je hem dan dus naar de haven brengen in Antwerpen. Daar hadden wij voor gekozen. Antwerpen, Halifax. En ja, dan lever je dus de sleutel in. En dan zetten zij hem dus op het schip. Dus daar kun je dus zelf verder niks meer aan doen. En ja, verder is het gewoon belangrijk dat je dus niks los in de camper legt. Tenminste, dat is een regel. Uiteindelijk hebben ze er helemaal niet binnen gekeken. Dus ja, dat hadden we van alles kunnen doen. Dus we hebben heel moeilijk zitten doen om alles, ja, losse dingen nog allemaal overal ergens te kunnen opbergen. En dat was achteraf misschien helemaal nergens voor nodig geweest. Maar er is natuurlijk wel een enorm verschil, omdat wij de woonunit los hebben van de auto. Ja. En als je dat niet hebt, dan is er natuurlijk echt wel een flink verschil. Ja, want, klopt. Met aansprakelijkheid en met eventuele risico's van als er iets op het schip beweegt, dingen kapot maakt. Ja, ja. Ja, klopt. En dan ook inderdaad qua waardevolle dingen. Ja, die moet je natuurlijk niet loslaten slingeren. Die moet je natuurlijk gewoon in je vliegtuig handbagage meenemen. En ik hoorde ook dat je tegenwoordig niet eens meer de batterijen van je drone of de batterijen van je telefoon of GoPro, alle lithiumbatterijen die je hebt, die mag je niet meer in je woonunit laten. Ja. Ja, klopt. Want daar hebben we dus ook onlangs van gehoord. Dat was destijds niet. Dat dus lithium is mogelijk nog wel een ding in de toekomst qua verschepen. En nu hebben wij geen lithiumbatterijen. Want vrienden van ons die hun camper van Europa naar Australië laten verschepen, die hebben dus uiteindelijk hun lithiumbatterijen eruit gehaald. Omdat het gewoon ontzettend duur was aan extra kosten. Aan verzekering, denk ik, die je moest betalen om die lithiumbatterijen erin te zetten. Dus ja, hoe dat in de toekomst gaat uitpakken, geen idee. Maar goed, wij hebben dus voor het moment geen lithiumbatterijen. Nee. Dus dat is niet van toepassing op ons. Ja, verder hebben we de camper schoon aangeleverd. Dat was ook nog wel een regel. En ook de gasfles. We hebben dus een ingebouwd LPG-systeem. En ja, die wilden we gewoon heel graag meenemen. Omdat het daar gewoon juist heel makkelijk mee is om overal gas te tanken. Maar daar moesten wij dus een leeg gasverklaring voor regelen. En dat hebben we uiteindelijk ook vrij makkelijk kunnen regelen op 10 minuten afstand van de haven in Antwerpen bij een bedrijf die ons uiteindelijk gecontroleerd heeft of die gasfles leeg was. En daar inderdaad een papiertje voor heeft ingevuld. We hebben uiteindelijk €5500 betaald voor het verschepen van onze camper. En dat is inclusief €500 verzekering. En hoe groter je voertuig, hoe duurder het is. En volgens mij kost het nu iets van €76 per kubieke meter. En toen? En toen was het wel iets minder. Ja, dus het is wel duurder geworden inderdaad. Maar je betaalt echt gewoon per kubieke meter. Dus, ja, precies. Net afhankelijk hoe groot dat je voertuig is. En ook nog wel handig om te vertellen dat onze camper gewoon helemaal niet in een container paste. Dus dat was voor ons helemaal geen optie. Want op het moment dat je een kleiner voertuig hebt, dan kan dat nog wel interessant zijn om hem dus in een container te laten voor schepen. In ieder geval qua veiligheid, want als die in een container zit, weet je in ieder geval dat er niet ingebroken wordt. Ja. En, maar ja, de containers zijn op dit moment wel heel duur in verhouding tot het verschepen. Dat dus... was anders inderdaad. Ja. En qua veiligheid is de oversteek van Europa naar Amerika een relatief hele veilige. Naar Afrika bijvoorbeeld, maar ook naar Zuid-Amerika. Ja, daar is inbraak en diefstal toch echt al iets meer aan de orde. Aan de orde. Dus... ja, maar wij hebben daar dus uiteindelijk geen problemen mee gehad. Nee, maar ze plakken ook gewoon in de haven als ze hem krijgen van die stickertjes op alle deuren en ramen die open kunnen. En dan is een verzegeling en dan zien ze ook als ze open zijn geweest. Maar dat hebben wij niet gezien. Dat hebben ze pas gedaan nadat we de camper hebben ingeleverd. Klopt. Dus wanneer dat ze dat technisch gezien kunnen ze natuurlijk ook nog wel de camper in zijn geweest. Ja. Maar dat hebben ze niet al gedaan voordat hij verscheept. Ja, klopt. Ja. Ja, en uiteindelijk hebben we hem in Halifax opgehaald. En nou, ik wilde zeggen dat ging heel makkelijk, maar dat was het helemaal niet. Maar dat had dus veel meer te maken met het post-covid gebeuren. Want daar was, het was daar gewoon heel druk. Nee, dat is niet helemaal waar. Er kwamen twee schippen tegelijkertijd aan. Ons schip had vertraging. Er was een verstekeling aan boord. Geen idee, maar het schip is dus om moeten keren naar Liverpool en had daardoor 6 of 7 dagen vertraging en kwam dus eigenlijk toen gelijkertijd aan met het schip van die een week later is vertrokken en daardoor was het dus heel druk, waren er heel veel mensen tegelijkertijd die hun voertuig opkwamen halen en er was dus personeelstekort door alle COVID-regels daar nog, dus hebben we daar echt een hele dag gewacht in de hitte voordat we onze camper kregen. Maar uiteindelijk was die in goede conditie. Ja. Oh, ook niet helemaal waar. Weet je nog? Iets was met de accu's. Ja, maar dat... Ja, die pech kun je hebben. Precies daarom. Nee, iets met de accu's was er dat ze stroom aan hadden gezet. En waarschijnlijk is onze waterpomp daarvan oververhit geraakt. En gelukkig op tijd gemerkt. Ja. En anders was hij wel kapot geweest. Dus uiteindelijk is het allemaal goed gelopen. En het grappige eigenlijk was dat we... Ja, we hadden dus 3 weken niet meer ons huisje. En waren een beetje dakloos en zwervende bij familie logerende en dergelijke. En een B&B hebben we laatst. En een B&B. En toen we dus inderdaad in Canada al waren en het schip er dus nog niet was. Maar uiteindelijk was het heel gek dat we weer thuis waren, maar dan in Noord-Amerika. Ja, klopt. Ja, regelmatig krijgen wij de vraag, hoe doe je dat nu met de APK en is de truck nog in Nederland verzekerd? Ja, voor wat betreft de APK, toen de truck op de boot werd gezet, hebben we hem geschorst. Dat had er onder andere mee te maken dat wij geen andere keuze hebben, want APK-keuring voor een vrachtauto kun je alleen maar in Nederland doen. Voor een personenauto heb je ook nog in Spanje een keuringsstation, maar voor trucks niet. Dus wij hadden geen mogelijkheid om hem anders dan te schorsen. Datzelfde geldt ook voor de verzekering. Onze verzekering die dekt alleen maar Europa, dus alle landen op de groene kaart. Dus daarom hebben we ook de verzekering opgezegd en hebben wij in Noord-Amerika een andere verzekering afgesloten. Ja. Dat zeg je wel heel makkelijk, maar zo makkelijk was dat niet. Nee, oké, dat was een hele zoektocht. En, ja, nee, dat is wat dat betreft is dat best wel lastig. Zeker op het moment dat je geen fabriekscamper hebt. Er zijn eigenlijk waren er destijds toen wij begonnen, waren er 3 partijen. Nou, eigenlijk 2. Je hebt TUM en TUM die dekt dus alleen maar Canada en Amerika als je dus een fabriekscamper hebt. TUM is een goede verzekering, die dekt goed. Is tussenpersoon trouwens. Heel erg duur. En ja, voor onze situatie zouden we dan voor Amerika hebben voor 6 maanden of 12 maanden. Dan waren we wel goed verzekerd, maar dan betaalden wij hoeveel per jaar of per half jaar? 6.000 voor een half jaar, 10.000 voor een heel jaar. Echt bizarre bedragen. En dan waren we dus niet voor Canada verzekerd. En zat je dus ook met dubbele verzekering. Want je bent natuurlijk niet elke keer 6 maanden in Amerika. En voor in Canada kon ik dus nergens een verzekering vinden die langer dan 3 maanden wilde verzekeren. Er was één verzekeraar, die doet 3 maanden eenmalig. Ook niet per kalenderjaar, maar gewoon eenmalig. Dus die viel eigenlijk af. Nou, dan heb je dus Progressive. En Progressive was voorheen een hele populaire verzekering. Maar die is dus eigenlijk, ja, ik denk in die COVID-tijd, ik weet het niet, is die gestopt met het verzekeren van buitenlandse voertuigen en buitenlandse geregistreerde rijbewijzen. Nou, had onder andere die combinatie met de wet op de privacy en dat soort dingen te maken van Europese voertuigen en Europese personen. Oké, nou dat wist ik dan weer niet. Maar nou, dat dus. En het vervelende is dat je dus online, dus met een VPN, nog wel toegang krijgt tot ja, de registratie. En ik weet wel dat mensen dus zo uiteindelijk wel verzekerd zijn geweest. Maar wij durfden dat eigenlijk niet aan. Omdat wij bang waren dat als er wat gebeurt. En ze zien dus achteraf dat je dus een buitenlands voertuig hebt. Dat ze dan uiteindelijk zeggen van nee, je had gewoon... Ja, je bent gewoon niet verzekerd hier, we dekken niet. Want ze vroegen nergens expliciet of dat adres wat je opgaf, of dat een woonadres was. En het grote nadeel was, je deed ook niet het voertuig verzekeren. Want je hoefde geen gegevens van het voertuig op te geven. En dat gaf ook wel een heel slecht gevoel. Het was gewoon sketchy. Het was sketchy, maar ook nog eens het feit dat we gewoon op Facebook Messenger verschillende... bericht hebben gestuurd. We hebben ook nog iemand laten bellen. Dat dus als je dus direct vraagt aan ze, kunnen wij bij jullie verzekerd zijn? Dan zeggen ze gewoon nee. Dus ja, eigenlijk gewoon heel erg duidelijk. Nou, vervolgens zijn wij dus verzekerd. Hebben we ons dus verzekerd bij Seguro Gringo. En Seguro Gringo is een Mexicaanse tussenpersoon die verzekeringen doet namens een in Texas gevestigde verzekeringsmaatschappij. Ja, ook een beetje vaag. Je bent niet heel goed verzekerd. Nee, je bent eigenlijk dekking. Per staat heb je dus de minimale dekking. Maar op zich, het was wel echt een hele goede service. Ze antwoorden direct als je vragen had. Ja. Alles werd echt best meteen geregeld. Maar we hebben geen probleem gehad. We hebben geen schade gehad, dus daar weet je nooit. Dat is dus inderdaad maar de vraag. Maar ja, hoe dan ook is het gewoon heel moeilijk om je te verzekeren. Op het moment dat je dus een fabriekscamper hebt, dan zou ik dus zeker voor TUM gaan. Dan betaal je wel meer, maar dan ben je ook gewoon goed verzekerd. Maar voor de rest zijn er gewoon niet zo heel veel opties in Amerika om je te verzekeren. Ik denk dat je hoe dan ook wel de sjaak bent op het moment dat je brokken krijgt hier. Eens. Maken dat je naar Mexico komt. Seguro Gringo die dekt overigens ook in Canada. Dus dat zit gewoon in het hele pakket. En uiteindelijk waren we er dus heel tevreden over. Maar goed, we hebben daar dus ook geen problemen gehad. Ja, kamperen in Noord-Amerika. Ja, wat dat betreft gaan wij zelden tot nooit naar campings. Ik denk dat wij in deze 1,5 jaar geen 3 weken op een camping hebben gestaan. Nee, ik denk het ook niet. En de campings die we hebben bezocht waren dan ook niet de drukke RV-parken, maar vooral de state parks. En nationale parken. En wel eens in een nationaal park, eigenlijk de kleinere, gemoedelijkere campings. Ja, waarom kiezen wij niet voor campings? Om verschillende redenen. 1, we hebben de faciliteiten niet nodig en daardoor kunnen we dus ook heel makkelijk besparen op campings. En 2, we vinden de plekjes die we vinden in de natuur vele malen mooier dan op campings. Dus daar staan we eigenlijk gewoon ook veel liever. De kamperen in Noord-Amerika schijnt heel duur te zijn geworden de afgelopen, eigenlijk ook post-COVID. De exacte prijzen weten we niet, hebben we geen ervaring mee. Maar ik hoor heel vaak bedragen als $70, $80. Die camping die wij in San Francisco, waar we in San Francisco gekeken hebben, die kostte zelfs $120. Dat zijn echt van die grote RV-parks. Waar wij een beetje allergisch voor zijn. Want je staat daar gewoon echt hutje-mutje naast elkaar. Maar wel met allemaal stroomaansluiting. Maar allemaal stroom, al die Amerikanen waarschijnlijk een zwembad. En alles laten aansluiten. Die gebruiken daar ook enorm hoeveelheden stroom natuurlijk. En dan sta je inderdaad ook... Nee, ik wou zeggen, dan sta je tussen de generators. Maar die hebben ze dan natuurlijk niet nodig. Precies. Dat is fijn. Ja, klopt. Nee, dus de campings die wij bezocht hebben, dat zijn dus vooral de state parks. En zeker in Canada zijn die heel betaalbaar. Vaak $15, $20. Ja. De Canadese dollar ook nog eens. €10. Ja, in Amerika zijn die weer een stukje duurder, maar op zich nog wel te doen. Afhankelijk waarvan. Dat is geen één prijs. Want we hebben dus ook onlangs, dus vlak boven San Francisco, dachten wij daar gewoon te kunnen kamperen. Maar dan moest je dus $45 betalen. En dat was gewoon een parking. Was niks meer dan een parkeerplaats. Je had niet eens een wc. Dus ja, kamperen is gewoon duur. En ja, als je het ons vraagt kun je gewoon heel makkelijk besparen door niet op campings te gaan staan. En hoe wij dat dan doen is vooral op BLM-land staan. En in Canada heet dat Crownland. Oftewel iedermansland, zoals ze dat ook wel in Zweden kennen. Ja, en die plekken die vinden we veelal via iOverlander. Dat is een app waar je heel veel kampeerplekken vindt. Campings, maar ook vrije kampeerplekken. Maar ook waar je kunt douchen, tanken, kunt dumpen, kunt vullen, etc. En nou ja, in het oosten van Canada en nu in het westen, eigenlijk de westkust van Amerika, was het vrij kamperen echt wel een heel stuk uitdagender. Want daar heb je gewoon niet zoveel, of gewoon echt niet op veel plekken, ja, BLM-land. Of Crownland in Canada dan. En wat we dan vaak deden is dat we dus stonden op parkeerplaatsen van startpunten van wandelingen. Of bij het strand. En dan keken we dus wel altijd goed op die app iOverlander. Of daar dus recente recensies waren. Van mensen die daar dus al gewoon zonder problemen hadden gekampeerd. Dat is zo'n stukje minder fijn. Eigenlijk. Maar dat is absoluut minder fijn. Want dat zijn gewoon plekken. Ja, daar sta je gewoon voor de nacht. Maar daar ga je iets minder makkelijk je hebben en houden uitstallen en daar echt recreëren, zeg maar. Dus dat zijn vaak echt gewoon voor de nacht. En zo hebben we dus de afgelopen weken gewoon echt al langs de weg geleefd. Omdat we gewoon slecht plekken konden vinden waar we gewoon echt eventjes konden blijven. En dat is dan ook puur een keuze om financieel niet te willen uitgeven. Precies, dat wilde ik inderdaad net zeggen. Dat is echt inderdaad een keuze. En ik kan me voorstellen op het moment dat je natuurlijk gewoon op vakantie komt voor 4 weken. Dan zou ik gewoon voor die camping gaan. Dan ga je gewoon voor die campings in dat geval. Maar de mooiste kampeerplekken die wij gevonden hebben waren echt wel in Utah en meer in het oostelijke deel van Californië. Colorado hebben we prachtig gekampeerd. Zeker. Maar ook onderweg naar Idaho en richting Wyoming. En in Canada. En in Yukon helemaal. Ja, dus daar waar gewoon weinig bewoning is. Ja. Ja, daar vind je gewoon de mooiste plekjes om te kamperen. Wild kamperen heet hier in Noord-Amerika overigens boondokken. Dit kan dus op BLM en Crownland. Maar ook in de Nationale Forest. Daar vind je ook vaak dispersed campgrounds. Dit zijn hele, hele primitieve campings met heel soms een toilet. Ook overnachten wij wel eens bij de Walmart. Dat is een grote supermarktketen in Canada en Amerika. En bij veel van deze supermarkten kun je dus kamperen. En dat zijn nog wat onrustigere nachten, omdat daar gewoon wel wat meer verkeer en lichten zijn. Maar dat zijn altijd mooie plekken op het moment dat we dus tussendoor nergens een plek hebben kunnen vinden om te overnachten. En natuurlijk, dan leg je de kids in bed. En dan kun je s'avonds met de babyfoon aan gewoon je boodschappen doen. En dan heb je een avondje boodschappen zonder kids. Ja. Lekker. En je hebt extra tijd te besteden. Dus dat is ook super fijn. Ja, klopt. Dus dat deden we ook wel regelmatig. Nu moet ik er wel bij zeggen dat het erop lijkt dat steeds meer en meer Walmart het niet meer toestaan om daar te overnachten. Dat heeft ermee te maken, denk ik, dat toch de hoeveelheid daklozen, dat er toch ook wel vaker gewoon permanent bewoond wordt in een camper. En dat is een gemeente of een stad dus dan zegt van, nou ja, dan mag er gewoon niet meer overnacht worden. Dus zo zien we dus op iOverlander weer dus meer en meer Walmarts die, waar dus gesloten is en waar je dus niet meer kunt overnachten. Hoe vind je nou een veilig kampeerplekje? We krijgen regelmatig de vraag of we dat niet heel spannend vinden, zo in the middle of nowhere. Maar eigenlijk het tegenovergestelde, want hoe verder we weg zijn van de bewoonde wereld, hoe fijner het is. Want ja, waar niemand is, kan ook niemand je wat aandoen, zeg maar. Precies. Dus wij hebben dat eigenlijk juist het tegenovergestelde. Juist op het moment dat we ons meer in bewoonde wereld bevinden, is het uitdagend om een plekje te vinden. We gaan bijvoorbeeld niet graag staan op wat parkeerplaatsen dichtbij een stad. Want daar hangen juist meer wat loesjere figuren rond. Wat potentieel een onveilige situatie kan zijn. Dus daar zullen wij niet snel overnachten. Yes. In dat soort situaties gaan we dus, zoals ik net al zei, liever dan bij een Walmart staan. Waar je dan in ieder geval omringd bent met andere campers die daar ook staan. Dus op het moment dat we ons meer in de bewoonde wereld bevinden en op parkeerplaatsen gaan staan, dan willen we eigenlijk het liefst ook op een parkeerplaats staan waar meerdere campers zijn. En je dus samen die veiligheid eigenlijk creëert. En je kijkt ook altijd op iOverlander wat de reviews zijn. Ja, En alles met een iets mindere review valt in principe al af, tenzij er echt helemaal niks anders is te vinden. Ja, klopt. En we hebben altijd nog gedacht, we kunnen altijd nog naar een camping gaan. Maar dat hebben we dus tot nu toe eigenlijk nooit gedaan. We hebben altijd wel gewoon een geschikte parkeerplaats en een veilige parkeerplaats gevonden. En soms ook betaald. Zoals? Ja, bij San Francisco was gewoon betaald. Ja, klopt. Er was dan inderdaad een betaalde parkeerplaats, maar daar hebben we gewoon heel veilig gestaan. Precies. Dus... ja. Het vullen van water en het dumpen van het vuile water. Ja, die, wat ik net al zei, vinden we die plekken eigenlijk altijd via iOverlander. Ja. Ja, daar kun je gewoon heel makkelijk vinden waar je water krijgt. En of daar dus recent mensen nog een review hebben geplaatst dat het dus allemaal nog werkte. En of je ervoor moet betalen. Wat wij nog nooit hebben gedaan hier in Amerika en in Canada overigens. Wat we ook regelmatig deden was vullen als we deden tanken. Op het moment dat wij voor een flink bedrag diesel erin gooien, dan mogen we ook vast wel wat water meenemen. Maar daar zijn we wel wat terughoudend in. Want we willen alleen maar water bijvullen als zij aangesloten zijn op het waternet. Want als zij zelf uit de grond het water oppompen via een pomp, dan willen we het liever niet. Omdat je niet weet welke chemicaliën van de olie en diesel naar beneden dumpen en dan weer in ons drinkwater belanden. Dus daar zijn we echt letten voor. Ja, klopt. Ja, en als, als we dan natuurlijk wel een keer op een camping staan, dan zorgen we natuurlijk altijd dat we daar volgeladen met water vertrekken. Want dan kunnen we dat mooi daar doen. Ja, het legen van de vulwatertank. Ook daar zijn verschillende openbare dumpplekken voor. Die hebben dus vaak ook schoon drinkwater. Die vind je dus ook via diezelfde app. Maar op het moment dat we dus niets in de buurt hebben en we moeten dumpen, dan doen we dat ook wel gewoon op een geschikte plek in de natuur. Wij gebruiken alleen maar biologisch afbreekbare producten, als shampoo en afwasmiddel en wasmiddel en dat soort dingen. Zodat eigenlijk ons water niet meer is dan... ja, dat water en urine, want we hebben een droog toilet en de urine wordt daarbij gescheiden. Waar we dus gewoon verantwoord kunnen dumpen. En dat doen we natuurlijk niet op een parkeerplaats of op een plek waar heel veel andere mensen staan te kamperen. Maar ja, denk dan aan op het moment dat we een klein parkeerplekje of wat dan ook zien, dan steken we hem daar bijvoorbeeld in de berm of... ja, er zijn heel veel plekken waar je dat wel gewoon kunt doen zonder dat iemand daar last van heeft. Ja, onze urine gaat dus naar de grijswatertank. Ontlasting, dat valt bij ons in een grote bak. We hebben een droog toilet. Als je daar meer over wil weten, dan kun je die film nog gaan kijken. Maar goed, in onze situatie zijn we daar dus ook niet afhankelijk van campings voor. Sterker nog, ik denk niet dat ze heel graag ons zien aankomen op campings. Dat is een kwestie van een gat graven en daar kiepen we de boel in om en dan graven we dat gat weer dicht. Ja, dicht. Dus dat doen we ook altijd op een plek waar niemand er last van heeft. En we graven altijd gewoon diep genoeg. En we zorgen er ook voor dat we dat niet in de woestijn doen. Want daar is het gewoon niet nat genoeg om vervolgens de boel weer te laten composteren. Dus daar houden we ook altijd rekening mee. Ja, wij rijden in een aardig dieselslurpend voertuig en daar kunnen wij best wel wat op besparen door de app Gasbuddy te gebruiken. Zeker. En door in de goede staten te tanken. Wat dat betreft zijn, net zoals boodschappen, maar daar komen we zo meteen op terug, ook in elk staat is de diesel-benzineprijs anders. Klopt. En we hebben dus de app Gasbuddy en daarop kun je dus heel goed zien wat de diesel overal kost. En zo proberen we altijd wel een beetje uit te kienen dat we gewoon in een bepaalde staat dus juist nog vol tanken of juist wachten totdat we weer in een andere staat zijn. Of in de Indianerreservaten, want die hebben echt wel soms Indianerreservaten, die hebben ook inderdaad lagere prijzen, want die hoeven geen belasting daarover te betalen. Ja, dus daar kun je ook echt wel flinke geld op besparen. Nu hebben wij best wel een groot bereik. Wij kunnen met één volle dieseltank ongeveer een 1400 kilometer afleggen. Dus in dat op zich hebben we ook wel gewoon een luxe om echt te kijken. Nou ja, op het moment dat je natuurlijk gewoon een kleiner bereik hebt, dan is dat natuurlijk gewoon wel minder. Zeker. Ja, dus de tip op het moment dat je in Amerika en Canada gaat reizen, zoek de app Gasbuddy op. Ja, en die kun je niet downloaden als je gebruik maakt van een Europese App Store. Maar dan kun je hem gewoon via de website benaderen. Is iets vervelender, maar het werkt wel. Ja. Ja, Canada en Amerika zijn natuurlijk fantastische landen om doorheen te reizen met een camper. Met Zeker. Al hun fantastische natuur en nationale parken. In Amerika heb je voor de toegang tot de nationale parken de keuze om gewoon per keer te betalen. Of je kiest voor een nationale parkpas. En dat is in ons geval in ieder geval super handig. Want hij kost $80. En als je gewoon elke keer een entry, dan ben je in de $30 kwijt. Dus als je al 2,5 keer een park bezoekt, dan is die er al uit. Ja. En ik heb dan een heel jaar lang toegang tot alle nationale parken. Ja. Dus dat is echt super luxe. Ja. En reis je met kinderen, want voordat ik hem vergeet, dan heb je dus ontzettend leuke Junior Ranger programs. Die kun je dus bij het Visitor Center, kun je daar dus een boekje voor vragen. En die moet je dan met je kind invullen. Of je kind vult die in met jouw hulp. Afhankelijk van hoe oud leeftijd. Ze zijn, moeten ze dus een aantal bladzijden doen. En dan uiteindelijk lever je die dus weer in. En dan moeten ze echt een eet afleggen als Junior Ranger. En dan krijgen ze echt een hele leuke houten badge. Echt wel een ontzettend leuke herinnering. Dus dat is nog even een tip voor het reizen in Amerika. En super leerzaam, want je ziet ook dat de kids echt bepaalde dingen onthouden. Zoals geen bloemen plukken. Onze kinderen houden van bloemen plukken. Maar vragen ze ook bij hem tijdens, zitten we in een nationaal park? Ja, klopt. Dus ze onthouden echt de dingen van de regels en dat soort dingen. Ja, dat is super tof. Echt wel een heel leuk programma zo. Ja. Zeker. Ja, en in Canada hebben ze die ook. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik die echt minder leuk vond. Ja, en in Canada, hoe duur was het nationale park in Canada? Een jaarpas kostte daar $70 per persoon. Dus daar en kinderen waren gratis. Ja. Ja, we merkten echt beduidend dat in het hoogseizoen de nationale parken ook echt een stuk drukker waren. Zeker. En in Amerika zijn er ook echt nationale parken waar je dus van tevoren moet reserveren. Vorig jaar was dat bij ons bijvoorbeeld een Arches en de Rocky Mountains. Waar je dus eigenlijk van tevoren al eigenlijk een entree voor het nationale park moet reserveren. En nu zijn er opties dat je dat dus 4 of 6 maanden van tevoren doet. Maar er zijn ook altijd... Ja, de dag van tevoren of een paar dagen van tevoren, dat wisselt per park. Dat er dus ook nog een x-aantal plekken van tevoren vrijkomen. Uiteindelijk hebben wij dat vrij goed kunnen mijden op een aantal parken na. Maar dat is wel even iets om rekening mee te houden. En dat wisselt dus ook echt. Want ik geloof dat de Rocky Mountains dat niet meer ging doen. Of Arches dat niet meer ging doen. Ik weet het niet. Maar daar dat wisselt wel heel erg enorm. En ja... Wij vonden daar echt helemaal niks aan, want wij plannen natuurlijk helemaal niet van tevoren. Dus wij willen dat helemaal niet van tevoren vastleggen. Dus ik vond die periode in het hoogseizoen reizen echt wel iets meer gedoe in dat opzicht. En wat toen wel een heel grappig dingetje was, als je voor 5 uur 's ochtends het park inreed, werd je dus niet gecontroleerd op dat entreebewijs. Dus zo kon je wel ontduiken dat je een toegangskaart had. Of beter gezegd, als je geen toegangskaart had, ging je voor 5 uur 's ochtends het park binnen en dan kon je er wel in. Ja, dat hebben we dus 1 keer gedaan. Toen we echt nog die laatste dag in Rocky Mountains wilden en we kregen dus geen toegang in die loterij, hebben we dat inderdaad gedaan. Door een 4:15 al in de rij. Nou nee, er was geen rij. Dat we 4:45 het park in reden. En dan waren we niet de enige. Er waren echt zeker 50, 60 auto's die ons inhaalden. Ja, ook de campings in nationale parken. Het schijnt dat je die ook ontzettend ver van tevoren moet boeken. Ook met die 4 maanden of die 6 maanden. Ja, daar hebben wij dus verder geen ervaring mee. Omdat wij dus niks zo ver van tevoren boeken. Wij gaan soms, hebben wij wel eens op een camping gestaan in het nationale park. Dat deden wij vooral als er plek was. En het moment dat het qua kilometers het niet waard was om uit het park te rijden. Want vaak zijn er wel voor een nationale park wel plekken waar je dus op BLM-land goed kunt kamperen. Maar op het moment dat dat substantieel toch een flinke afstand was en er was plek op een camping, dan vonden we dat, dan gingen we gewoon op een camping staan, omdat we dus niet dan in en uit de hele tijd hoefden te rijden. En wat wel echt heel goed is van de Amerikaanse bezoekers, als zij dus niet naar de camping komen, doen ze bijna altijd hun plek van tevoren cancelen, of ze krijgen soms een fee terug, soms ook niet. Maar dan maken ze in ieder geval plek voor iemand anders die weer kan en daarvan gebruik kan maken. Ja, klopt. Dus zo zie je dus regelmatig dat er nog de dag van tevoren of op dezelfde dag nog plekjes vrijkomen. En dat vind ik wel echt iets heel goeds in hun gedachten en hoe zij werken. Ja, klopt. Dus we hebben in Zion inderdaad, hebben wij toen nog laatstmiddag nog 2 nachten. Verschillende plekken dan wel, maar uiteindelijk toch in het nationale park kunnen staan. Anders hadden we dus echt die van 40 kilometer uit het park moeten rijden. En een uur lang in de file. Om vervolgens weer in de file weer 's ochtends vroeg het park in te kunnen komen. Precies. En ook nog goed om te weten is dat je dus ook nog soms voor bepaalde specifieke dingen in het park weer een aparte permit moet krijgen. Zoals bijvoorbeeld Angels Landing heette dat geloof ik. In Zion National Park moet je dus weer een aparte permit voor regelen. Die je dus ook weer ver van tevoren kunt doen, maar ook kort van tevoren. En wij grepen die dus mis. Dus dan zijn wij dus niet geweest. Via de website recreation.gov kun je zowel campings, entries voor park en specifieke permits regelen. Dan vergeten we bijna de state parks in Amerika en de provincial parks in Canada. En hier zitten echt een paar hele gave tussen. Vooral Valley of the Fire in Amerika was zo ontzettend gaaf. Voor deze park betaal je los en de prijs verschilt per park. Je kunt ook per jaar betalen, maar dat zijn alleen de parken in een staat en niet nationaal. Boodschappen doen in Amerika en Canada. Nou, het was best wel even zoeken naar welke winkels we nou fijn vonden en waar ze wat hadden wat we wilden. En in het begin schrok ik best wel ook wel van de prijs. Die een stuk hoger dan Europa. Zeker in Canada inderdaad. Ja. Ja, in dat opzicht klopt het wel wat we in Nederland voor gevoel hebben van de Amerikaanse supermarkten. Hele grote verpakkingen en ook gewoon... toevoegen, suikers, etc. Ja, klopt. Het is echt lastiger om gewoon pure producten te vinden. Bijvoorbeeld yoghurt, gewoon naturel yoghurt. Maar je hebt gewoon een beperkte keuze ten opzichte van alle smaakjes die je verder kunt krijgen. Je moet ook goed zoeken in de schappen inderdaad. Ja, absoluut. Ja, ook het brood. Ja, ik vind het brood hier echt totaal niet lekker. Het is heel erg zoet en het is heel erg lang houdbaar. En dat zegt natuurlijk ook wel wat over wat erin zit. Ook wel handig soms. Ja, jij vindt dat wel. Ik niet. Maar dat was echt wel even zoeken. Ja, ook melk, die krijg je vooral vers in van die grote plastic verpakkingen. Waarbij de literverpakkingen net zo duur zijn als die hele grote. Maar alleen die hele grote, die krijgen we dus van niet kwijt in onze koelkast. En wat is dan 3 groot, hè? Dat is gewoon 3,79 liter melk, hè? Ja, echt een gallon. Ja, dat zijn echt van die bizarre verpakkingen. Maar goed, het dilemma met melk bij ons is dat wij niet heel erg melkdrinkers zijn. En waar wij heel graag melk voor gebruiken is om een keer pannenkoeken te maken op het einde als we weer bijna boodschappen moeten doen. Dus wij hebben eigenlijk veel liever van die houdbare pakken melk. Maar die zijn hier dus echt minder goed te verkrijgen. Je ziet ze wel. Tenminste, pas na een half jaar hadden wij ze gevonden. Klopt. Maar die zijn echt $4 voor een liter. Eens. Ja, echt gigantische bedragen. In Mexico krijg je die wel. Dus toen we dus in Mexico waren geweest in de winter, toen hebben we flink wat houdbare melk weer terug omhoog genomen. Ja, ook het meel bijvoorbeeld, dat vind ik nog wel een opvallend ding hier. Wij gebruiken dus best veel meel en bloem, want we maken ons brood zelf nadat we dus van een Amerikaans gezin een zuurdesemstarter kregen. Maar ja, waar wij in Nederland dus gewoon, ja, bloem is bloem en meel is meel. En je hebt misschien nog wel verschillende... ja, merken, maar in principe is het natuurlijk allemaal hetzelfde. Heb je hier dus verschillende merken, maar de ene is bleached en de andere is unbleached. En dat is dan ook wel meteen veel duurder. Maar ze zijn ook heel vaak pre-sifted en enriched. Ja, heel veel toevoegingen en vraag me echt niet waarom dat ze hier het bloem moeten bleken. Verrijken. Dat zegt denk ik wel wat over de kwaliteit bloem, denk ik, die ze hier gebruiken. Ik heb er niet naar gezocht. Ik wil het geloof ik ook niet weten. Nee. Maar ja, dat is dus echt wel iets wat ons heel erg is opgevallen hier. Dat er gewoon heel veel toevoegingen overal in worden gebruikt. En op het moment dat je dus echt een meer pure producten wil, dan ga je hier dus al snel naar een speciaal zaak. Ja, alcohol is hier niet standaard in iedere supermarkt te verkrijgen. Dat ligt dus aan de staat of dat dus wel of niet bij het supermarkt mag worden verkocht. Ook is het per staat afhankelijk hoe duur het is. Welke staten zijn de goedkoopste? Dat weet jij beter dan ik. Nevada en Californië zijn eigenlijk, wat ik in ieder geval heb gezien, best goedkoop. Ja, Utah was heel duur. Utah was heel duur en Canada helemaal. Canada is heel erg. Word je niet blij duur als je daar een beetje moet kopen? Nee, absoluut. Dat is echt wel een heel groot verschil. ja, dingen die wij missen uit Nederland. Nou ja, weet je, je hebt natuurlijk het stukje missen. Dat ze het gewoon echt niet hebben. En dat is bijvoorbeeld hele curry en satésaus en ketchup. Maar dan moet je wel even toevoegen in de normale supermarkt. Daarom heb je hem hier in Amerika ook. Dutch store, German stores. Elk land heeft wel op bepaalde plekken een eigen winkel, zodat je dit soort producten wel uiteindelijk kan kopen. Ja, en dat is eigenlijk meteen het volgende punt. Vraag is, mis je het dan genoeg dat je dus de dubbele prijs ervoor wil betalen? Want zo krijg je hier ook wel salami, maar dan betaal je dus voor 50 gram betaal je dan meteen, weet ik niet, $7 of zo. Dus ja, zoiets kopen we wel eens, maar niet zo vaak, omdat we het blijkbaar dan ook wel niet zo hard missen. Ja. Ja, onze favoriete supermarkten. In Canada waren we heel erg weg van de... in het westen heet het, of in het oosten heet dat de Atlantic Superstore. Maar in het westen volgens mij de Canadian Superstore. Het had in ieder geval altijd store erachter. Die vonden we fijner dan de Walmart. In de zin dat we altijd de groente en de fruitkwaliteit echt stukken beter vonden. In ieder geval op hetzelfde niveau. Kijk, bij de Walmart had je soms heel goed fruit. En, en als je de dag erna ging, dan lag hetzelfde fruit er nog. En kun je je voorstellen hoe het er dan uitziet. Ja, klopt. Gewoon dus, heel erg wisselend in dat opzicht. Ja. Dus, ja. En bij de Canadian Superstore was het gewoon een goed niveau. En dat was fijn. Ja. Je wist wanneer je kwam, als het niet uitverkocht was, hadden ze een goed spul. Ja, ja, klopt. En in Amerika vinden we de Winco heel erg fijn. Die hebben dus een flinke afdeling waar je dus bulk kunt krijgen. En dan bulk in de zin van noten, pitten, zaden. We doen altijd zonnebloempitten en pompoenpitten in ons brood. En in plaats van gewoon een klein duur zakje te kopen, kun je daar dus gewoon een grote zak zo vullen aan zo'n apparaat. Dat vonden we bijvoorbeeld bij de Winco heel erg fijn. Maar hier nu in het zuiden van Amerika zie je dus ook veel meer de Aldi. En daar gaan we graag naartoe. Dat gaan we dus dadelijk ook doen voordat we de grens van Mexico overgaan. Want daar zie je dus toch wat meer geïmporteerde Europese dingen. Dus daar kun je bijvoorbeeld veel lekkerder en veel goedkoper daarmee ook pesto krijgen. Maar ook vele betaalbaardere kazen, brie en dat soort dingen. Ja, dan nog belangrijk qua grensovergangen. In ieder geval, dat was het voor ons. Op het moment dat je dus regelmatig ook een grensovergang hebt, dan is het altijd goed om na te kijken wat de regels weer zijn voor het land. En zo mag je dus naar Canada veel meer invoeren dan naar Amerika. In Amerika zijn ze daar veel strenger in wat betreft vlees en kip en al dat soort dingen. En groente en fruit. En zelfs van staat naar staat. Ja. Als je dan Californië in rijdt, dan zijn er gewoon controles. En dan kan het zijn dat ze je eruit pikken. En dat ze gewoon in je koelkast kijken. En dan zeggen, oh, avocado, jammer, die mag je niet meenemen. Of kersen of andere spullen. Ja, hebben wij niet gehad gelukkig overigens. Niet. Nee, dat scheelt. Ja. Nee, dus dat is altijd wel goed om eventjes goed daarvan op de hoogte te zijn wat je wel en niet mag meenemen. En het liefste als het kan, ga met een lege koelkast naar Amerika toe. Want anders weet je echt wel dat er producten zijn die, die eruit hebben gehaald. En in Amerika is het gewoon goedkoper. Want in het algemeen is Canada gewoon echt duurder dan Amerika qua boodschappen. Dus daar bespaar je ook alweer op. Is het veilig om te reizen in Amerika en Canada? Ja, wij vinden van wel. Je hebt natuurlijk twee soorten veiligheid denk ik hierin. Je hebt natuurlijk een stukje wildlife, beren, slangen en dergelijke. Maar ook een stukje criminaliteit. Ja, wat betreft het wildlife hebben wij ons ook echt al voorbereid in zover we kunnen. We hebben bijvoorbeeld berenspray gekocht in Canada. Die we dus mee hadden op het moment dat we gingen wandelen in het berengebied. Nou, we zijn nog nooit een beer tegengekomen tijdens het wandelen. We hebben best aardig veel gewandeld. Heeft er ook mee te maken dat onze kinderen natuurlijk wel lekker aan het zingen zijn en dat soort dingen. Dus dan jaag je de beer natuurlijk wel weg. Mensen die met z'n twee gaan wandelen, die zien ze wel vaak. Nou ja, in principe word je natuurlijk ook gewoon aangeraden om geluid te maken tijdens het wandelen. Om inderdaad een beer al ver van tevoren te laten weten dat jij er bent. En ja, het instinct van een beer is om weg te gaan. Want ze zijn in principe niet geïnteresseerd in ons en zien ons ook echt niet als voedsel of wat dan ook. Dus waar de ongelukken met beren ja, voorkomen is als ze dus van jou schrikken en zich in het nauw gedreven voelt. Dus ook bijvoorbeeld op het moment dat jij dus per ongeluk tussen een kleintje en een moeder inkomt, ja, dan kan de moeder dus heel agressief zijn. Maar ook op het moment dat ze jou dus niet hebben zien aankomen, dan kunnen ze dus agressief zijn. Dus vooral belangrijk is dat je dus gewoon geluid maakt en laat weten dat je er bent. En dan zijn ze natuurlijk al lang weg. En het is ook min of meer zo met slangen. Op het moment dat slangen jou horen aankomen, dan gaan ze ook weg. We hebben 2 keer een ratelslang gezien. Nee, 3 keer volgens mij. 2 keer was bij hetzelfde park. Maar goed, 1 keer zagen we hem inderdaad in de verte. En in 1 keer had Nienke hem dus gehoord. En dat was dus eigenlijk nog een beetje in het vroege voorjaar. Dus nog niet het moment dat de slangen dus het alleractiefste zijn in de zomer. Maar Nienke hoorde wat. En inderdaad, we zagen dus inderdaad een ratelslang opgekruld onder een steen liggen. Ja, we zijn ook altijd wel voorzichtig op het moment dat we dus plekken zien waar dus potentieel schorpioenen zitten. Dan moeten onze kinderen altijd laarzen aandoen in plaats van dat ze op hun sandalen rondlopen. Dus in dat opzicht proberen we daar gewoon zoveel mogelijk op voorbereid te zijn. Natuurlijk, een ongeluk zit in een klein hoekje en dan zitten we dus inderdaad ook vaak in the middle of nowhere. Dus waar wij heel blij mee zijn is onze Garmin Inreach. Dat mocht er een ernstige noodsituatie ontstaan, dat we altijd een druk op de knop kunnen doen en dat dan in principe hulpdiensten worden ingezet en naar jouw locatie komen. Dan even terugkomen op die beren. Het is natuurlijk altijd belangrijk dat je natuurlijk gewoon geen voedsel buiten laat slingeren of buiten laat liggen of wat dan ook, want daar komen natuurlijk beren en ook andere dieren op af. En dat maakt natuurlijk dat dieren gewennen aan mensen en dat ze dus eten bij zich hebben. En dat zorgt voor meer potentiële gevaren. En wat ons ook al opgevallen is in Yellowstone is dat ze dus toen we daar waren, hadden ze ook echt bepaalde gebieden afgezet. Omdat er dus op dat moment heel veel berenactiviteit is. Dus daar wordt natuurlijk in nationale park ook wel heel erg op geanticipeerd. Ja, zeg maar. Moeder met jonkie, dan is het wandelpad dicht als die daar in de buurt zit. Ja, klopt. En nog wat anders. Hè, wij zien het dus bijvoorbeeld ook. Dus, ik weet niet of het nou helemaal onder veiligheid valt, maar waar wij ons altijd heel erg aan ergeren is hoeveel mensen dat bijvoorbeeld gewoon chipmunks en eekhoorns zitten te voeren. Het is echt bizar. Er staan met grote borden, staat erop, don't feed the animals. En mensen zitten dan heel lekker met een stukje brood zo'n eekhoorn te voeren en te lokken. En ja, dat zorgt er gewoon voor dat die beesten gewoon helemaal niet meer in de natuur hun eigen eten kunnen zoeken. En gewoon dat bij mensen komen doen. Wat er weer voor zorgt dat ze gaan bijten. En dat je dan allemaal gekke ziektes kunt oplopen. Rabies, hè? Ja, precies. Dus, dan lopen zij voor ziektes op en geven ze dat weer door. En nou ja, het is gewoon echt een vreselijke situatie om te zien hoe dat in de nationale parken er soms aan toe gaat. Ja, wat betreft veiligheid in de zin van criminaliteit hebben wij ons eigenlijk nog nooit echt onveilig gevoeld hier. Nu zijn wij ook niet echt stedenliefhebbers. En de enige steden die wij opgezocht hebben in Amerika en in Canada zijn New York en Las Vegas en een piepklein beetje San Francisco, omdat we het paspoort moesten regelen voor Caroline. Dus ja, we bevinden ons ook minder in gebieden waar criminaliteit voorkomt. En hebben daar dus ook van... Voorkomt is een fout woord. Maar... Ja, oké, dat is waar. Maar we zijn natuurlijk ook wel gewoon in andere steden met boodschappen en doen. Precies, maar waar criminaliteit aan de orde van de dag is. Ja, klopt. Nu moet ik wel zeggen, eigenlijk nadat we dus vanuit Alaska afzakten naar de bewoonde gebieden, richting Vancouver, maar ook eigenlijk de hele westkust. En dus er gewoon inderdaad meer grotere dorpen, steden zijn, valt het wel ontzettend op hoeveel daklozen hier zijn. Echt bizar. Maar ja, nogmaals, het is niet dat we ons daar onveilig hebben gevoeld. Wel is het altijd wel een uitdaging om een parkeerplek te vinden, om te parkeren als je dus naar een stad wil. Naar San Francisco hebben we bijvoorbeeld echt wel even goed zitten zoeken. Waar kunnen we nu de auto veilig parkeren om de stad te bezoeken? In San Francisco hebben we dat dus bijvoorbeeld op bij Sausalito. En dan kun je vanuit Sausalito dus weer met de ferry naar San Francisco gaan. Want we hadden dus heel veel verhalen gelezen over de parkeerplaatsen in San Francisco zelf, waar dus gewoon heel veel criminaliteit was en diefstal en het inbreken van auto's en campers. Dus daar wilden we dus bijvoorbeeld niet gaan parkeren. Want het is niet alleen dat ze dan een dingetje van je stelen, maar voor Europese auto's om daar een nieuw raam voor te krijgen als ze het inslaan, heel moeilijk, duurt heel lang. Dus dat maakt dat je echt niet wil dat er nog uitje bij je tikken. Nee, klopt. Dat is dan nog eens extra bij. Precies. Met een Nederlands kenteken in Noord-Amerika zijn, ja, dan val je toch echt wel wat meer op. Zeker met een truck als de onze. Die zien ze hier echt minder, omdat het toch echt wel een beetje een Europees type voertuig is. Hè? Die wordt echt vooral in Europa gemaakt en minder hier. Dus dat zorgt vooral voor de nodige aandacht en niet voor de problemen, gelukkig. Nee, maar vooral aandacht in de zin dat wij heel veel de opmerking krijgen. What is that? You can go anywhere with this thing. Ja, die Amerikanen die geilen echt wel een beetje op dit soort offroad trucks. En ik denk serieus, op het moment dat wij $1 zouden krijgen voor iedere foto die van onze truck gemaakt is, dat wij onze reis daar makkelijk mee zouden kunnen betalen. Ja. Ja, hoe bereiden wij onze reis voor? Ja, in het verleden gebruikte ik altijd reisboeken voor onze reis. Ik gebruik dat heel graag, de ANWB reisboeken. Die heb ik ook allemaal in de kast liggen van Amerika en Canada. En nu voor het eerst richting Mexico hebben we dat niet. Omdat ze ook gewoon wel veel plek in beslag nemen. En ook gewoon wel weer duur zijn. En je tegenwoordig ook gewoon heel veel op internet kunt vinden. Dus ja, de basis was eigenlijk altijd gewoon met een reisboek. En daarnaast ging ik inderdaad gewoon per gebied vaak ook nog wel wat googlen. En zoek ik vooral op het moment dat we naar National Park zijn. Dan zoek ik altijd de leukste wandelingen in dat park. En dan ja, zijn er nu inmiddels wel een paar favoriete websites die ik altijd graag bekijk wat betreft hun aanbevelingen. Ook, nou ja, dat is mijn plan nu dadelijk voor Midden-Amerika. Ga ik een aantal blogs van reizigers die dus reizen zoals ons. Die dus een soort van persoonlijke blog hebben bijgehouden. Om daar gewoon even te kijken van hey, wat hebben hun allemaal bezocht. Om zo een beetje een globale route te kunnen vormen. En ja, we krijgen ook gewoon heel veel tips van locals. En zo komen we ook vaak gewoon bij de mooiste plekjes. En de mooiste kampeerplekjes ook. En waar je ook eigenlijk helemaal niks van op internet kunt vinden. En sommige van die zijn ook echt nog wel onze hoogtepunten van onze hele reis. Ja, en in dat opzicht is het reizigerswereldje die... Ja, van mensen die dus reizen zoals ons is ja, bijna een soort van community, wil ik zeggen. Je hebt heel veel Facebookgroepen en echt wel heel veel onderlinge contact om zo ervaring uit te wisselen. Qua ja, dingen die er te doen zijn, maar ook dingen wat betreft veiligheid en waar je dus goed kunt kamperen en hoe je bepaalde dingen moet regelen. En dat is op zich echt super waardevol in deze tijd met ja, het internet wat gewoon overal heel makkelijk toegankelijk is. Heb je een 4x4 nodig om te reizen in Amerika en Canada? Ja, die vraag vind ik eigenlijk best wel lastig om te beantwoorden. Ik denk dat je een hele gave reis kunt hebben, ook met een standaard camper. Zeker. Maar als ik kijk naar de plekken die mij het meest zijn bijgebleven, zijn het ook echt wel veelal plekken die we echt hebben kunnen bereiken door onze truck. En niet per definitie omdat ze altijd echt slecht waren, echt 4x4 waren. Maar wel wegen waar ja, een gewone camper toch niet echt op gebouwd is qua stevigheid. En waar je soms gewoon het risico niet wil lopen dat je komt stil te staan. Nee, klopt. En ook natuurlijk gewoon qua weer. Ik bedoel, in Utah, op die plekken waar we zijn geweest, als het daar was gaan regenen... Ja, dan zit je daar meteen in de klei. Dan hadden wij zelfs het probleem gehad. Maar je hebt wel in ieder geval iets meer capaciteit. Zeker. Dat als je in de problemen komt, dat je gewoon meer hebt om jezelf uit die problemen te helpen. Dus in dat opzicht ben ik er wel echt ontzettend blij mee geweest. Maar dat gezegd hebbende kun je ook gewoon op heel veel plekken komen zonder 4x4. Dus is het ook nog geen keiharde must. Maar... ja, je kunt er wel zeker hier in deze landen echt verder mee komen. Ik had graag naar Tuktoyaktuk, de Dempster Highway. Ik had dat niet graag gedaan in een gewone camper. Zeker niet in die blubber waar wij hem hebben gereden. Ja, je hebt gewoon veel minder te zeggen als je alleen maar voorwielaandrijving hebt. Het is ja, dat is echt gewoon wel een andere situatie. Nou ja, met een huurcamper mag je sowieso, zoals ik begrepen heb, niet van geen gravelwegen rijden. Ja, ik weet niet of er wel bepaalde camperverhuurbedrijven zijn die dat wel toestaan. Maar dat is wat ik begrepen heb. Dus dit is eigenlijk meer van toepassing op het moment dat je je voertuig gaat verschepen naar dit continent. Maar huurmaatschappijen die hebben gewoon op bepaalde wegen bijvoorbeeld verboden. En ze kunnen je tegenwoordig met de GPS heel makkelijk trekken. Ja. En dan krijg je echt wel flinke boetes, heb ik van mensen gehoord. Dus check altijd goed de voorwaarden als je een camper huurt. Ja. Dus ja, moet het? Nee, zeker niet. Maar ik vond het ook wel weer een hele mooie toevoeging. Een paar fragmenten van plekken waar je zeker niet zonder 4x4 of in ieder geval hoge bodemvrijheid kunt komen. En die wij in ieder geval zeker niet hadden willen missen. Onze reis begon eind juni in Halifax. Wij vonden dit te laat om nog in datzelfde seizoen naar West-Canada te haasten. En zo besloten we 2 seizoenen in Amerika en Canada te reizen, met een tussenstop voor de winter in Baja California in Mexico. Ook maakten we de keuze om het oosten van Amerika over te slaan, om zo meer tijd te hebben in het zuidwesten, om langer in staten te zijn als Utah, Colorado en Californië, waar we dankzij onze truck ook veel minder bezochte plekken konden ontdekken. Met deze keuze zijn we achteraf super blij. De verborgen parels die we vonden en de plekken waar we in de middle of nowhere kampeerden hier, behoren tot de absolute hoogtepunten van onze reis. Ook zijn we enorm enthousiast over onze route in het geheel. Er was continu een overtreffende trap in spectaculairheid. Behalve de laatste 2 maanden, na de overtreffende trap van Alaska, valt alles in het niet. Wil je deze route beeldend zien en ook onze hoogtepunten weten? Klik dan door naar de video 1,5 jaar in Canada en Amerika, de hoogtepunten. Ja, en daar zijn we dan nu in Topanga, vlakbij Los Angeles, waar we al 3 weken wachten totdat onze banden er eindelijk zijn. Hopelijk is het dinsdag echt zover en kunnen we naar Mexico gaan. Het plan is om dus eerst de peninsula, Baja California, helemaal af te rijden. Om vervolgens het vasteland, naar het vasteland over te gaan met de ferry. Om vanuit daar zuidelijk te rijden door Belize en El Salvador en uiteindelijk Guatemala, Nicaragua, Costa Rica en Panama. Waar we denken ongeveer volgend jaar mei aan te komen. Dus ja, wil je ook daar meer van zien? Volg ons mee. Ja, en vond je deze video interessant om na te kijken? Dan geef zeker een duimpje. Heel knap als je tot dusver helemaal hebt af kunnen kijken. Want ik denk dat het een hele lange video gaat worden. Laat ook zeker in de reacties weten wat je ervan vond. En heb je nou vragen? Schroom niet. En stel het in de reacties. Met heel veel plezier beantwoorden we ze allemaal. Tot de volgende keer! Doei.